Ja, het terras ook nog maar stil. Het is natuurlijk dat ze heel plots overlijden, hè. Een hartstilstand. Ik heb hem ook gevonden, wat niet zo'n leuke ervaring was. We hadden even 2 dagen niks meer van hem gehoord. En wat niet abnormaal was, maar op een bepaald moment begon ons toch zorgen te maken. En dan ben ik naar hem thuis gegaan en dan, ja, heb ik hem gevonden. Dat is wel een enorme schok. Een enorme schok op dat moment. Hè. Dat is wel... Plus ook natuurlijk, je bent je broer kwijt, maar op dat moment stond dat ook wel redelijk goed in de belangstelling. Er was veel, veel airplay, regelmatig op 2, 10 om te zien kwam toen uit enzovoort. Dat was een periode dat het Vlaamse lied van alle soorten eigenlijk veel kansen kreeg. Dus dat viel natuurlijk ook allemaal ineens helemaal stil. Denk er nog aan terug, ja, uiteraard. Hij is begraven in Wommelgem, hè, op het Laar. Ondertussen zijn mijn ouders ook gestorven, die liggen erbij. Dus ik kon er al het graf. Maar er zijn ook wel regelmatig nog herdenkingen in die zin. Dat mensen mij wel eens vragen voor een interview. Dat mensen mij contacteren omdat ze liedjes van ons aan willen spelen. Of dat ze informatie vragen voor het een of het ander. Het gebeurt ook dat ze die naam nog herkennen. Dat ik in het ziekenhuis kom of zo. En dat ik mijn naam opgeef. En de mensen zeggen, ah, zit jij familie van? Dus hij is nog niet helemaal vergeten. Dus ja, persoonlijk denk ik dat zelf natuurlijk ook nog wel. Dat is mijn enige broer. Ik heb ook geen zussen. Dus... ja, dat blijft wel een gemis, hoewel 40 jaar slijt dat natuurlijk, hè. Dat kan niet anders. Hè. Nu, op korte tijd heeft hij zich wel goed in de markt gezet, hè? Ja, hij is begonnen met in jeugdclubs op te treden, hè. Vooral in Sorm, hier in Deurne. Hij was toen, denk ik, de grootste jeugdclub van Antwerpen en omstreken. En ja, er waren toen geen talentenprogramma's zoals er nu heel veel zijn. Er was er één, dat was Ontdek de Ster, een vriend van hem. Heeft hem daarvoor ingeschreven. En ik kan me herinneren dat die voorrondes waren, ja, eerst buiten beeld, maar dan nadien was het binnen en buiten op zondag namiddag. Gepresenteerd door een hele jonge Luc Appermond toen nog. En dan nadien was er een grote finale, die werd rechtstreeks uitgezonden en rechtstreeks werd voorgebracht in de Koningin Elisabethzaal. En daar heeft hem dat toen totaal onverwacht gewonnen, wat natuurlijk een enorme boost was voor zijn carrière. En Kleinkunst zat toen, ja, in de lift ook Kleinkunst mee, met een groep gespeeld dan, hè. Daar kwam dan een basgitaar bij, een toetsenman, een elektrische gitaar, een drummer, wat ik dan deed in de groep. Dus dat zat er wel echt wel in de flow, hè, want dat kwam natuurlijk allemaal een heel abrupt einde aan. Hè. In de wereld van de Kleinkunst was dat toen al redelijk bekend, want er is een postume LP uitgebracht, waaronder Wim de Kranen, Ed Kooijman, Jeff van Uitselen hebben op meegedaan. Dus hij was eigenlijk geen nobele onbekende meer, maar ja, het is allemaal een beetje abrupt afgebroken, hè, zoals ik al zei. Hè. Maar je hoort tegenwoordig hem ook heel weinig op de radio. Ja, Radio 2 wordt er nog wel eens gespeeld, Vrije Radio's in Antwerpen wordt er nog wel eens gespeeld. Ik kan dat volgen, want ik ben de erfgenaam van de rechten. Dus ik krijg alle jaren die uittreksels van Sabam. En dan zie je natuurlijk dat dat inderdaad airplay dat nog heel beperkt is. Wat vond jij persoonlijk zijn mooiste uur? Ik vond Abstract vond ik wel een heel mooi nummer. Zijn eerste LP. En dan Vrienden van het Laatste Glas vond ik ook wel heel goed. Dat hebben we in de tijd nog opgenomen in de Muze. Dat was wel plezant. Er was een videoclip bij, dus een tijd ook dat de videoclip begon op te komen. Dus ja, dan moest er een videoclip gemaakt worden. Dat was ook wel leuk. Home vind ik eigenlijk een heel sterk nummer. Want Home gaat eigenlijk over kinderen, pleegkinderen. Hè, kinderen uit een home. En dat was redelijk... revolutionair is een groot woord. Als je het nu hoort, zouden ze zeggen, ja, het is zelfs vrij braaf. Maar hij valt daar, hij vernoemt daar de magistratuur in. En op dat moment was dat zelfs verboden om te draaien op de radio. Omwille van het feit dat de magistratuur daar werd onzacht behandeld. Terwijl dat er nu eigenlijk helemaal niet zo speciaal is. Maar ik vind het wel een heel sterk nummer. Maar je behoudt uiteraard hele mooie herinneringen aan Jan. Ja, natuurlijk. Ja, dus, dat was een hele sociale knaap. Hè. Die moest het licht ook uit doen. Hè. Dus wij gingen optreden, gingen hier nog eens drinken en hij deed het licht uit. Dat was vast een stik. Dat kon niet anders.